Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie, Werner Kiewassen, waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger, en ambassadeur Henk van der Swan van Nederland hebben gisteren kransen gelegd bij het monument van de gesneuvelde militairen van de Koreaanse oorlog. In de Koreaanse oorlog, die van 1950 tot 1953 duurde, hebben 115 Surinamers meegevochten. Twee van hun sneuvelden in de strijd. De militairen dienden in het Nederlandse detachement van de Verenigde Naties, omdat Suriname toen nog een kolonie van Nederland was. Ambassadeur Henk van der Swan gaf aan dat de inval van Rusland in Oekraïne het bewijs is dat de Koreaoorlog niks aan actualiteit heeft ingeboet. Dames en heren, op 24 februari 2022 werd de wereld en Europa in het bijzonder eraan herinnerd dat gebeurtenissen als de Koreaoorlog niets aan actualiteit hebben ingeboet. Nota bene het land dat het zwaarst te lijden heeft gehad van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog valt een buurland binnen en laat de geesel van oorlog, wapengeweld en aanvallen op burgerdoelen neerkomen op onschuldige burgers. Eens te meer blijkt dat vrijheid, democratie, rule of law en mensenrechten niet vanzelfsprekend zijn. Dit maakt het eerbetoon tot een... Volgens defensieminister Mathura is de kranslegging een moment van reflectie en een ode aan de bijzondere Surinaamse en Nederlandse militairen die zij aan zij hebben gevochten in de Koreaanse oorlog. Deze dappere mannen hebben zich door hun daden en moed onsterfelijk gemaakt. De moed waarmee deze militairen zich van hun taak hebben gekweten is dezelfde moed die vandaag ook nodig is om onze gemeenschappen te beschermen. Een oorlog heeft enorme schade. En we zien het elke dag. De hele wereld leidt eraan onder. Het ontwricht gemeenschappen. En net wat ik zei, iedereen leidt eronder. De restricties van de COVID-pandemie op onze vrijheid is nog ons vers in het geheugen. En daarom is het van belang dat we vrijheid koesteren. Laten we daarom onze eigen verantwoordelijkheid oppakken en bijdragen aan vredevolle, veilige en voorspoedige samenlevingen. Laten we daarbij onze helden nimmer vergeten en hun gedenken voor hun offers waar ze voor hebben gestaan. Krishna Kumari Mathura. Deze gedenkplek is in 2008 opgericht aan de waterkant achter het gebouw van de Nationale Assemblée. Het oorlogsmonument wordt door de Republiek Korea geschonken aan Suriname als dank en eerbetoon aan de Surinamers die hebben gestreden voor de vrijheid en democratie van Zuid-Korea.